Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van vrijdag 1 november 2013 met onder andere doemscenario voor treinvervoer in Gelderland en onteigening dreigt in verband met bouwplan Paradijs. In verband met Halloween organiseerde Jongerencentrum Willem 1 afgelopen donderdag alweer voor de derde keer een zombiewalk. Circa 70 zombies maakten een voettocht door de binnenstad die eindigde bij Dutch Horror House. Halloween moet het engste feest worden van Arnhem, vinden de organisatoren. Het feest, dat oorspronkelijk alleen in Angelsaksische landen werd gevierd, krijgt langzaam maar zeker vaste voet aan de grond in de rest van Europa. Afgelopen donderdag vond in de historische kelders van Arnhem de première plaats van het Dutch Horror House. Wie niet bang is aangelegd, kan op een uitgezet traject maar liefst 40 angstaanjagende minuten beleven. Voor wie de spanning toch te veel wordt, zijn er onderweg nooduitgangen. Bezoekers kunnen op eigen risico naar binnen en moeten minstens 16 jaar oud zijn. De kelders zijn geopend tot 10 november. Hallo, wie zijn jullie en wat komen jullie hier doen? Ik ben Nicole, dit is Annelies. En ik heb dit haar cadeau gegeven voor haar verjaardag, voor het House of Horror. Wat verwachten jullie vanavond? Nou, ik ben heel benieuwd, dus ik verwacht eigenlijk heel veel. Denken jullie dat jullie de tocht gaan volbrengen onder in de kelders? Jawel, we gillen een beetje. We houden elkaar stevig vast. Wie bent u? Roelien. Wat komt u hier doen vanavond? Ik mag meespelen hier als pestdokter in de pestkamer. En ik mag mensen neer gaan leggen op een bedje. Wat staan die mensen allemaal te wachten? Een heleboel enge dingen. Echt een heleboel enge dingen. We hebben al eerder mensen binnen gehad en die zijn, er zijn er een aantal huilend weggegaan. Wie bent u? Ik ben de marktkoopman. En wat komt u hier doen? Ik ben te zien in het Dutch Horror House. En wat gebeurt daar allemaal? Daar moet u zelf maar achter gaan komen. Daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Het wordt in ieder geval spannend. Heb je fruit? Ja, dat lukt nooit. De graaf komt heus niet zelf zijn voet ophalen hoor. Nee, ik stuur zijn hoogzwanger Sarretje. Ja. Straks stuurt de graaf me nog weg. Want waar moet ik dan heen? En wie zal dan het eten betalen van mijn kindje? Nou ja, in ieder geval nog wat verkocht gelukkig.
Met de zwarte dood komt niemand meer naar buiten. Elk huis met een stroobos is besmet. En als je besmet bent, dan mag je niet meer de markt op. Je mag geen water meer uit de stadsputten halen. En iedere woensdag en zaterdag moeten we de goten stoppen. Regels van de pestmeester. Als je dan toch op straat komt, dan word je gepakt! Ik zie dat jullie het overleefd hebben. Ja. Ja, we hebben wel de pest gekregen. Ik weet niet wat die veek voorstelt, maar we hebben hem. We vonden het wel spannend. Ja. Afgelopen donderdag was het groot feest in Burgerzoo in verband met de geboorte van een gorilla. RTV Arnhem ging voor u even op kraamvisite en sprak er met de dierenverzorger. We zitten hier in het gorillaverblijf en er is afgelopen week iets leuks gebeurd hier. Kan u daar iets meer over vertellen? Nou, onze gorillavrouwtje Makua is eigenlijk moeder geworden van een gorillajong. En ja, dat is voor ons super gaaf. Makua is vroeger een zorgkindje geweest. Merkt u daar nog verschil mee met de andere gorilla's ten opzichte van de opvoeding van het kindje? Nou, we waren natuurlijk wel zeer benieuwd hoe Makua dat zou gaan doen. Maar ze doet het eigenlijk momenteel hartstikke goed. Ze houdt het jong goed vast, ze houdt hem netjes schoon. Ze is heel erg beschermend tegenover de andere gorilla's. En zelfs naar de verzorgers is ze eigenlijk heel beschermend. En voor ons is dat op dat moment iets minder. Maar het is ja, super gaaf om dit te zien. Ja, en er maakt inderdaad geen verschil met de andere moedergorilla's? Nee, eigenlijk is ze misschien nog wel meer beschermend tegenover de dierenverzorgers zelf nog. En dat is inderdaad een goed teken? Nou, dat kan misschien wel met het verleden te maken hebben gehad. Dat ze natuurlijk door mensenhanden eigenlijk grotendeels 4 jaar lang is opgevoed. En dat ze daardoor zoiets heeft van, deze blijven mij. Ja, want wat is haar jeugd geweest? Nou, ze is geboren in Berlijn. Toen is ze naar Stuttgart gegaan. Daar zijn ze eigenlijk gespecialiseerd in het grootbrengen van jonge gorilla's. En dan heb je het over handfokdieren dus. En Makua is hier gekomen toen ze 4 jaar was. En ja, toen is ze eigenlijk in een hele sociale groep gekomen hier. En daardoor heeft ze eigenlijk de hele gorillataal geleerd. Hadden jullie inderdaad verwacht dat Makua zwanger zou worden? Nou, we gingen er wel vanuit dat ze dragend zou worden. Alleen de vraag was wel van, als het jong eenmaal komt, hoe gedraagt ze zich dan? Voor hetzelfde geld had ze dus nog niet genoeg geleerd. En had ze het jong links van zich laten liggen. En dan was het een probleem geworden. In het begin, toen Makua hier kwam, dat ze echt moest wennen aan de gorillataal? Nou, eigenlijk wel, want ze kwam hier binnen als een vrij jong gorillaatje van ongeveer zo groot. En dan is het allemaal best wel indrukwekkend, want ze was alleen maar leeftijdsgenoten gewend. Nou, en toen kwam ze hier dus in de groep met onze volwassen zilverrug Bowie. En in het begin hebben we haar dus eerst apart gehouden en later dus rustig gewend aan de groep. Maar ze kende totaal de taal niet van de gorilla's. En met de introductie dus vloog ze dus ook vol onze zilverrug aan. En dat moet je zeker niet doen, want dat heeft haar ook zeker wat kleerscheuren gebracht op dat moment. En door constant gecorrigeerd te worden, heeft ze uiteindelijk wel begrepen van hoe ze zich moet gedragen, onderdanig naar de man toe. En dat heeft er toch toe geleid dat ze uiteindelijk in de gezonde groep is opgenomen. Hoe voelt het nou als dierenverzorger om zo'n geboorte mee te maken? Nou, de geboorte zelf hebben we helaas net niet gezien. Maar een collega van mij had een late dienst. En in de late dienst is Makua dus bevallen van het jong.
En ja, als je een jong dan zo gezond en vers aantreft, nou, dat is super mooi om te zien. Het ziet er naar uit dat de gemeente Arnhem onteigeningsprocedures gaat starten in verband met de bouwplannen van het paradijs. De gemeente wil de bouwplannen ongestoord kunnen uitvoeren, maar kan met de eigenaren niet tot een akkoord komen over de aankoopprijs van een aantal woningen die binnen het bouwplan vallen. Het doel blijft om alle panden langs de normale weg in handen te krijgen. Wanneer het toch tot onteigeningsprocedures mocht komen, kan dit een vertragende werking hebben op de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. Volgens de plannen wil de gemeente in februari 2014 overgaan tot sloop van de gebouwen, waarna in september met de huizenbouw kan worden begonnen. De treinverbindingen van Arnhem naar Tiel en op diverse trajecten in de Achterhoek staan onder druk. Het is het gevolg van maatregelen die het kabinet wil nemen om het tekort op de begroting terug te dringen. In de voorstellen wordt onder andere gesproken over verhoging van de prijs van rode diesel met 20 cent per liter. Voor de regiovervoerders in Gelderland, die alle met dieseltreinen rijden, betekent dit een extra kostenplaatje van 2 miljoen euro. Zij zullen de kosten zelf moeten terugverdienen. Gelders gedeputeerde Connie Biezen heeft onmiddellijk een brandbrief naar de Tweede Kamer gezonden, waarin ze onder meer stelt dat deze maatregelen de reizigers massaal uit de trein zullen jagen. Marianne Thieme denkt dat de Partij voor de Dieren veel stemmen zal behalen bij de Arnhemse gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Een van de punten waarmee ze in Arnhem denkt te gaan scoren is het inperken van het afsteken van vuurwerk. Daarnaast krijgt het stadsgroen, de natuur en stadsblokken de nodige aandacht in het partijprogramma. Leo de Groot, de beoogd lijsttrekker, wil van Arnhem ook een jachtvrije gemeente maken. Hij denkt dat het niet nodig is om dieren af te schieten die voor overlast zorgen. Daar zijn andere diervriendelijke methodes voor, aldus Leo de Groot. Tot slot nog het weer. Het was vandaag wisselend bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur lag daarbij rond 20 graden, terwijl de zuidwestenwind overwegend matig was. Vannacht gaat het overal regenen. De temperatuur bedraagt dan circa 8 graden. De wind is zwak tot matig vanuit het zuidoosten en draait aan het einde van de nacht naar het zuidwesten. Morgen is het opnieuw een bewolkte dag en zal het vooral in de ochtend nog regenen. In de middag is het over het algemeen droog en zal wellicht ook de zon zich nog even laten zien. De temperatuur ligt rond 13 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.